Yo, ik ben Rick en welkom terug bij Rick Speelt Minecraft. Het is update time en dat had ik iets. Dat is iets wat ik niet verwacht had eigenlijk. 1.9 nam namelijk iets van anderhalf jaar om geüpdate te worden. En ja, nou zitten we op 1.10 een paar maanden later. Dus dat is goed nieuws, dat is leuk, dat is fijn. Maar voordat we echt gaan kijken naar de dingen die er veranderd zijn, wil ik even iets voorstellen. Ik heb een paar dagen geleden uiteraard die update video online gezet. En weet je, ik ben op zoek naar iets aan verandering. Dus een ding wat juist in mijn hoofd was opgekomen, is dat het misschien een goed idee was om Rick's Minecraft opnieuw te gaan starten. Dus seizoen 3, nieuwe wereld, nieuw alles. Er zijn een aantal terreinveranderingsdingen die waar we op achterlopen. Ik bedoel, deze wereld hebben we in 1.7 gemaakt. En ondertussen is het al even terug dat gebeurd is. Dus ja, misschien is het een goed idee. Laat maar even weten in de reacties wat je van het idee vindt. Plus minpunten, weet je wel. En dan gaan we daarna een geïnformeerde keuze maken of we dat gaan doen of niet. Maar goed, 1.10, het heet de Frostburn Update. En het naast natuurlijk gewoon je standaard vele kleine veranderingetjes die niet zo standaard zijn, heb je nu ook een soort van extreme variatie, zou je kunnen zeggen. Het is lekker uitgelegd. Een van de dingen is bijvoorbeeld, dit is vrij klein. Ik zit nu niet op mijn spatiebalk, maar hij auto-jumpt, zeg maar. Dat is een optie wat je uit kan zetten als het goed is. En ik vind het heel vervelend, want ik probeer nou de hele tijd deze deur in te komen, maar het lukt me niet. Ik wou hier de deur in gaan, maar hij sprong de hele tijd dat leafblok op. Dat is vervelend, dat moet ergens uit te zetten zijn. Maar goed, oh, auto-jumping, daar. Wauw, ik ben blind. Nee, maar goed, ze hebben een nieuwe soort skeleton toegevoegd. Ze hebben een nieuwe soort zombie toegevoegd. En ijsberen. Ja, ijsberen. Nog een dingetje, ze hebben een aantal blokken toegevoegd. Eén daarvan is de boomblok, die er op zich vrij interessant uitziet. Het is een beetje een gelere versie van quartz. Maar goed, dat is wel leuk. We hebben magma blocks uit mijn hoofd. Dus die gaan we even maken. En dan hebben we een lichtere vorm van netherbrick. Die we ook even gaan maken. Dus even kijken, hebben we wat van die zooi? Nee, dan moeten we even wat van smelten. Zo. Oh. Maakt niet uit. We gaan gewoon even alles van vandaag langs. En dan zullen we wel zien of we er een paar leuke dingen mee weten. Deze kan je trouwens terugdoen. Dus dat is een hele makkelijke manier om shit op te slaan, zeg maar. Zoals je weet hebben wij een hele hoop boommeel. Misschien weet je dat niet. Dan weet je het nu. Maar goed, ja, dat is wel een interessante manier om dat te doen dan, zeg maar. Eens even kijken. De magma blok, die maak je zo. En deze zijn echt super, super grappig. Even kijken naar. Maar dan zal ik je zo meteen even wat aan laten zien. Eens even kijken. Deze samen met deze? Nee. Oh nee. Ik weet weer wat het is. Samen met Netherwart. Die ligt hier beneden. Maar goed, laten we eerst eens even gaan kijken naar deze magma blok. Want die heeft een vrij interessante interessante eigenschap. Kunnen we hem gewoon breken? Ja, we kunnen hem gewoon breken. Dat is goed om te weten. En laten wij even wat glowstone meenemen. Dus het ding met deze magma blocks is dat ze lichtlevels van andere sources om zich heen absorberen, zeg maar. Dus als we even naar een donkere plek gaan, stel wij zeggen hier zo. Dit is wel donker genoeg, toch? Ja. Kijk, nu is die niet echt licht. Maar als we er rest een torch naar zetten, dan heeft hij opeens het lichtlevel van de rest een torch. Zetten we een normale torch bij, dan heeft het opeens zo'n lichtlevel. En als het goed is met glowstone, kijk, is die nog een stukje verder. Maar zodra we dan weer terug willen naar de rest een torch, dat kan dan niet, dan moeten we hem eerst verbreken. En dan doet hij het weer. Op zich wel grappig. Vond ik wel een leuke dingetje eigenlijk. Zo. We hebben wat netherwart. Er zijn twee verschillende blokken die je hiermee kan maken. De netherwart blok. En dus de red. Of de rode netherbrick. Zo. Deze kan je allebei niet terug transformeren. Maar goed, zoals je kan zien. Het is echt een netherblok geworden.
nu we het toch over de Nether hebben. Oh, deze breekt sloom. Kan je die beter met iets anders slopen? Nee. Er spannen nu Endermen. Endermens. Endermannen in de Nether. Dus dat is een interessante toevoeging. Magma creams kunnen nu 2 keer zoveel spannen. Of tenminste, zullen 2 keer zoveel spannen. Dus je kan magma cream wat makkelijker krijgen. Even kijken hoor, wat hebben we dan nog meer? Er was nog iets, geloof ik. Ja, deze magma blocks die spannen daar natuurlijk. Nog iets over die magma blocks. Je neemt damage als je erop staat. Niet als je shift, maar wel als je normaal loopt. En ik geloof dat met Frostwalker, die enchantment, dat je het dan ook niet krijgt. Frostwalker is natuurlijk iets wat je krijgt in villages. Daar zijn ook een aantal veranderingen geweest. Je hebt nu villages in taiga's en mesa's. Nee, niet mesa's. Hoe heet die biomes die... savannas, dat is de naam. Dus daar zo, dat hebben we daar gebouwd, dus dat is er niet origineel. Maar goed, daar kunnen ze ook in spannen. Ze zijn nu niet biome-dependent, was het geloof ik. Dus ze kunnen van bijvoorbeeld een taiga overstromen in een bos. Het is nu niet meer gelimiteerd eraan. Paden, weet je wel, in de villages, die zijn nu path blocks. En... even kijken, er was nog iets, geloof ik. Oh ja, er is een 2% kans dat villages nu zombie villages worden. Dus dat ze allemaal zombie villagers hebben in plaats van normale villages. Op zich wel grappig. Er zijn nog meer van dat soort kleine veranderingetjes. Zoals als een witch damage neemt van een vuurachtige bron. Dan drinkt hij een fire potion. Weet je, dat soort dingetjes. Er zijn een hele hoop van toegevoegd. Ik ga even kijken of ik een polar bear kan vinden. Oké, we zijn hier bij onze ijsboerderij. Even kijken of we een polar bear kunnen vinden. Wat ik me nog bedacht. Enchanting maakt nu een geluid. Dat is grappig. Het is een soort van no-block tune. Misschien dat we later nog even gaan kijken of we dat geluidje kunnen krijgen. En in mesa biomes, weet je wel, de grote klei biomes. Die kunnen nu met een mineshaft spannen. Het zag op zich wel grappig uit. Het is niet net zoals de normale dat ze ondergrond zijn. Ze zijn echt op zeelevel. En ze spannen goud. Dus dat is leuk. Goud zorgt er dus voor dat goud ook op normale hoogtes komt, zeg maar. We hebben niet zoveel geluk met het vinden van polar bears. Dat is een beetje jammer. Als ik ze niet kan vinden, dan ga ik zo nog wel even naar creative toe. Maar ja... Dat zijn nog 2 dingen die ik even mezelf herinnerde. Nog iets is dat in... Hey, wat is dit? Dat is een oude ijsvorm van mij, geloof ik. Huh. Kan me niet echt herinneren, maar het ziet er wel gemaakt uit door mij. Aangezien ik de enige ben in deze wereld. Maar goed. De Mega Tai... Nee. De Roofed Forest. Met de Dark Oaks. Die spannen af en toe als mushrooms, weet je wel, van die, als je de normale paddenstoelen zou boommielen, dan zou er zo'n hele grote mushroom uitkomen, weet je wel. Die kunnen nu nog groter worden, dus dat is op zich wel grappig om te zien, denk ik. Even kijken, nee, ik kan het niet vinden. Oké, dan gaan we straks nog wel even kijken. Oké, ik heb even gewacht tot het nacht was hier in de woestijn, want er is iets wat je wil laten zien. Maar goed, eerst als je F3 en G tegelijk indrukt, dan krijg je dit gekke gebeuren. Debug borders, debug screen van borders. Chunk borders, jeetje, wat is praten moeilijk. Nee, maar het laat je gewoon zien welke chunk je in staat en met een outline erin. Dus dat is gewoon wat makkelijker om bijvoorbeeld slime chunks weer te geven. Met F3 en G krijg je dat gewoon weer weg. Maar goed, nu is er een kans. Ik geloof 80% van de zombies die nu in desert spawnen. Die zullen gek zijn. Die zullen een beetje anders zijn. En hier zal ik het je even laten zien. De gele hier, dat is degene die waar we naar moeten kijken. Zoals je kan zien, we kregen hunger toen die ons aanviel. Dus dat is iets waar we op moeten letten. Als het goed is, hebben ze ook een ander geluidje. Dus als het heel even veilig is... Ah, ja. Jij dacht dat ik je niet hoorde. Ik hoorde je ook niet, maar goed. laat ik heel even de
hostile creatures wat omhoog zetten. Als het goed is hebben ze namelijk een ander geluidje. Dus even kijken of we er nog één kunnen vinden. Even hier zo de heuvel op. Kunnen we de zombies wel beter spotten. Ah, kijk, hier is er één. Ho! Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar als het goed is... Kan je het horen? Ik vind het wel vet. Het is een... Ik geloof dat het geluid is van meerdere zombies gecombineerd. Het is wel vet. Maar het is ook een beetje een zanderig geluidje wat er dan nog in de mix bij zit. Het is een interessant geluid. Moet maar eens een keer op letten als je zelf aan het spelen bent. Dan is er nog één ding wat ik je wel even wil laten zien. Nog een geluidje. Hoor je het? Als je heel goed luistert. Dat is niet mijn PC die aan het blazen is. Dat is, dat is de Elytra. Dat is super vet. Even kijken hoor. Laten we heel even... Oh, het volume was hoger. Oké, dit is jammer. Wacht, dat moeten we nog even een keertje horen. Laten we... het spijt me voor het luide geluiden, maar ik wil dat gewoon even laten horen. Dat is super vet. Dat is echt super vet. Oké, laten we de geluiden weer even wat zachter zetten. Er is nog iets met fishing rods, wat wel interessant is. Dus laten we er even één pakken hier zo in ons heel mooi net gebouwde vissershutje. Als het goed is, kan je nou items aan de haak slaan. Oh, dat ging niet zo goed. Jij moet even weg. Misschien werkt het alleen maar als je één item neergooit. Laten we dat eens proberen, want het waren er natuurlijk twee. Nee. Ik weet dat het mogelijk is. Maar goed, dat is het feit dat hij hem al connect, dat is op zich al wel grappig om te zien. Ik ga nou eens even... Kijk, je kan wel duidelijk zien dat hij er naar het item toe gaat. Maar goed, laten we heel even een creative in gaan en dan zal ik je even die ijsmobs nog laten zien. Ik kon niet echt een biome vinden waar de polar bears en de gekke skeletons... zullen ze het ijskeletons noemen? Sure, ijskeletons waar ze spannen. Dus we gaan ze even met een spanhek inspannen. Dit zijn de polar bears. Super vet. Wel interessant, nietwaar? De skeletons, het ding is, skeleton, ze spannen, je kan ze niet als ijskeleton inspannen, zeg maar. Ah, dat doet pijn aan mijn oren. Music and sounds, hostile creatures, hotza. Dus ik zal er even een plaatje van op het scherm knallen. Ding is met de zandzombies. Zandzombies, ijskeletons, sure. En met de zandzombies, ze hebben een aparte naam trouwens. Maar ik ben hem vergeten. De zandzombies die gaan niet in de fik als het zeg maar dag wordt. Dus ik denk dat hetzelfde gebeurt met de ijszombies in de ijsbiomes. Dus daar is, dat is echt wel iets waar je voor moet oppassen. Naast dat de ijsskeletons hier en daar nog wel eens een slowness arrow willen droppen. Weet je wel, slowness, dit soort dingen. Dus ja, daar kun je zeker wel interessante dingen mee doen. Maar deze ijsberen zijn best wel interessant op zich. Best wel leuk. Maar goed, ja, dat is zo'n beetje alles van 1.10. Er zijn nog wel een aantal kleine dingen die ik vergeten ben. Herobrine is weer eens weggehaald, dus dat is fijn. Maar goed. In ieder geval, ik wil bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben ik iets vergeten? Laat dan achter in de reacties. En dan zien we de volgende keer gewoon weer terug bij Rick Speelt Minecraft. Later.